ga ze even aanslaan, want de dobber is weg. Ja, vis. Oh. Allee. Oh. Oh, roach. Op de vallas, hè. Op last. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Rob Noos en welkom weer bij een nieuwe video. Savage Gear, zoals jullie waarschijnlijk, als jullie de vorige video gezien hebben, heb ik een review gemaakt over de nieuwe SG6 hengels. Als jullie deze nog niet gezien hebben, check hem zeker. Maar vandaag ga ik ook een van de hengels die ik toen nog niet in mijn bezit had, enorm goed testen. Het gaat over de hengel die enorm wel besproken is in de roofvisswereld. De eerste 2 weken dat hij op de markt kwam in Nederland was hij volledig uitverkocht. En hij gaat waarschijnlijk terug pas komen in mei. Maar ik heb hem vandaag in mijn bezit en ik ga alles klaarmaken om morgen even voor het kerstdiner te gaan vissen. Want kerst is meestal gewoon stilzitten en niks doen en dat is niks voor mij. Dus ik ga morgen eventjes in de namiddag vissen en ik ga deze hengel testen. Hij is eigenlijk al te groot om mee naar binnen te pakken. Maar zoals jullie kunnen zien gaat het over de Alpha hengel. En die hengel die kan wel geteld 200 tot en met 600 gram aan. Dus ik zou mezelf niet zijn als ik hem niet tot het uiterste zou testen. Ik heb momenteel de 32 cm roach eraan. Die is bijna een halve kilo, dus dat is echt een enorm zwaar aasje. Ik heb de waterwolf ook bij, dus ik hoop dat het water niet te troebel is vanwege de regenval de afgelopen tijd. Maar ik ga deze hengel dus tot het uiterste testen. Ik ga jullie meenemen en dan kunnen jullie zien wat deze hengel aan kan en of ik er überhaupt een visje op ga vangen. Als jullie dit willen zien, blijf dan zeker kijken naar de video. Ik ga ze even aanslaan, want de dobber is weg. Ja, vis. Oh, fuck. Ik moet opnieuw ingooien. Daar ligt die, jongens. Ik stel op dat er nu eentje ligt. Ik heb de vis wat harder doorprikt. En dan gaan we zien of ze het pakken natuurlijk. Hè. Nee, die zat er al volop. Ik denk niet dat het nog snel lang gaat duren. Oh, wat? Volgens mij knal die op de waterwolf, jongens. Wat? Allee! Wow! Dat is een dikkere vis, jongens. Die vis heeft gewoon op de waterwolf geknald, kijk. Die wil gewoon de waterwolf hebben. Ik ga er een drijf bij hangen. Anders gaat dat niet lukken. Ja. De eerste is er. Allee, jongens. Die blijf ik gewoon niet hangen, man. Eens kijken of ze hier een voor erop knallen. Het water is wel echt heel hard aan het stromen. Ik zal ze in laten hangen. Ze zijn, ja, ze staan weer aan, jongens. Goeie vis. Ja, jongens. Whitefish shed, volledig binnen. En de waterwolf ook nog. Zalig.
zalig jongens. De eerste, ook op de nieuwe engel. Super vette aanbeten. En zoals je kunt zien, Whitefish. He does the job. Oeh, die snoek is gepakt door iets anders jongens. Kijk, vies. Wow. Chop, 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 chop. Ja jongens, de eerste vis die wel blijft hangen. Het is echt zot. Ik kom weer op die stack waar ik de vorige video heb gemaakt. Het is wel een hele tijd geleden, maar ik dacht, het is kerstdag, heel de tijd gaan uiteten en zo. Dat is niks voor mij, ik zit gewoon graag in het water. Dus ik dacht nog een paar uurtjes voordat we aan tafel gaan. En zoals je kunt zien, ik ben aan het werpen met een nieuwe hengel. Met de 600 gram, dus gewoon een shatter aan. Samen met de waterhoof is geen enkel probleem. De whitefish. Doet het goed jongens. Het is wel zo'n mieze regen, maar we gaan de vis snel ontwaken. En dan gaan we door naar de volgende. Dobber is ook al aan het dobberen. Whitefish set in de Fire Tiger kleur. Die zullen nu al in de meeste winkels liggen, dus check hem zeker uit. Ja jongens, super mooie vis. Hij is ook vies gepakt door een andere snoek. Ik zal dus laten zien. Hele nare wonden. Dus ik denk dat hij ook wel eens gepakt is geweest door een andere vis. We gaan hem gewoon vrij laten en door naar de volgende. Mooie vis jongens. Het zijn allemaal echte, echte mooie snoeken. Dus, mooi verzorgen. En dan mag ze weer terug. Ah, super vette vis. Ik hoop er nog een paar te vangen voordat ik weer aan tafel ga schuiven. Voor de derde dag op rij. En dan is het weer de normale gang van zaken. Heerlijk gewoon. Ja jongens. Yo yo. Weer. Oh, mannetjes. Ik kom nog eens, jongens. Oh, die komen gewoon op de waterwolf, jongens. Die knallen gewoon los op de waterwolf. What the hell? Oh, yo. Die knallen gewoon naar de water. Ik ga er eigenlijk een drag aan hangen, jongens. Niet nog eens hebben we al pakken. Amai, die ga ik heel snel terugzetten jongens. Kijk, zo'n dun visje. Had zeker honger. Dat bloedje lekker runnen man, moet eens kijken jong. Lekker, lekker. Tuurlijk weer geen papieren zakdoekjes of niks bij. Dat ken ik van mezelf. Ja, overal een druppel. Potverdikker, echt. Wow, daar zat er een onder, jongens. Niet normaal. Nu is het grootste schut jongens, 420 en 80 gram, bijna 500 gram. En een hengel gooit het alsof het niks is. Het is wel een bom om te gooien, maar nu in zit een dikke. Je twijfelt geen 2 seconden denk ik.
wat een mooie swimbait. Het is altijd een gigantisch verschil als er zoiets voorbij komt. Oh, roach op de roach boys. Oh, nee. Nee. Dat was een goede vis. Dat was een goede vis. Wat? Man. Je ziet het. Groot aas. Grotere vis, jongens. Wat? Wat gewoon, jong. En staat op de waterwolf, dus ik ben echt wel benieuwd. Doe me nee. Opnieuw en door. Frustrerend, maar ook kunnen we zoveel van leren, hè, jongens, van die waterwolf. Kan ik straks vanavond na het eten op het gemakje naar waterwolfbeelden kijken. Super brute aanbeten. En hopelijk een die blijft hangen. Voilà, hè. Opgelost. Wat? Die pakt hier gewoon voor mijn neus, joh. Ik had het niet eens gevoeld. Shit, zeg. Gewoon weer voor mijn voeten, hè, jongens. Maar de aas is groot en het is precies te groot voor de bekken van de snoepie hier, jong. Ja, zet er weer achter, zet er weer achter. Kom nog terug, jongens. Kom nog terug. Wow. Oh, yo. Ja! Daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Vol in de plant. Wow. Ik zag ze gewoon komen, hè, jongens. Wat zalig. Op de 32 centimeter roach. En dat is gewoon een target hier, hè. Dan moet ze nog pakken. Oh, wat een knal, joh. Kijken of ik er raak. Het is hier echt diep. Proberen om... hier een beetje plat te duwen. En ze gewoon erover te trekken. Oh, kijk hier. Kijk gewoon hier, jongens. Dit is toch echt niet normaal. Kijk. Dat is een 32 centimeter aasje. En gewoon een vis. Van vol in de 80. Die hem drie keer achterna kwam. Kijk eens, jongens. 32 centimeter roach. Met een nieuwe Alpha Hengel aan het testen. Van 200 tot 600 gram. En je ziet, 420 gram. Geen problemen. De vorige hengel die ik hiervoor gebruikte was een ander merk. En ik was zo blij dat Savage Gear er maar uitkwam. En ik kwam eerst testen voor te zien of hij wel de zware gewichten aankon. En je kunt het zien, hè, jongens. Gewoon de hele tijd 300 gram. Nee, 420 gram zelfs. Kijk eens, zo'n prachtige vis. Volle, volle conditie. Mijn vinger is echt helemaal een frut van eens. Zou het opnieuw fixen. Ik ga het visje hier eens terugzetten. In de eigen habitat. Lekker toch, jongens. Ah, het is, ik heb liever van die echte felle winters. Maar deze winters, als je 11 graden buiten kunt vissen tijdens kerstmis. Dan moeten we niet klagen, toch? Niet normaal, niet normaal. Super mooie vis, laatste keer. En dan ga ik mijn verbandje nog eens fixen. Is niet normaal, ze moeten niet super groot zijn om super groot aas te pakken. Op naar de volgende, jongens. Ik hoop dat mijn dobber ook nog eens onder gaat. Ja, jongens, ik heb eigenlijk nog geen tijd genomen om een intro te filmen of iets. Maar ik was het eigenlijk echt gewoon beu. Ik ben heel...
heel dankbaar dat ik gewoon kerst en nieuw kan vieren samen met mijn familie. Maar het is echt gewoon te veel soms. En ik ben gewoon zodanig graag buiten in de natuur, in de rust. En ik had het even gehad thuis. Dus ik dacht van ik ga 's morgens alles poetsen thuis samen met mijn vriendin. En dan heb ik gewoon gezegd van ik ga in de namiddag vissen. Vanavond gaan we weer uit eten. Ik ben heel dankbaar dat we dat kunnen doen. Maar het is natuurlijk soms te veel, is ook niet goed. Dus ik ga gewoon nog blijven knallen. Ik ben eigenlijk alles super mooi aan het uitvissen. Als ik deze tijd gedaan heb, ga ik even alles inpakken. Ga ik een hele stuk afwandelen. Misschien dat er daar andere vissen liggen dan hier bij de stroomuitlaat. En dan hoop ik dat ik nog wel visjes voor de camera kan brengen. Maar de beten zijn althans super vet. Ik sta nu momenteel op de tweede stek. Daar ergens ligt mijn dobber. En ik ga nog eens met de roodjes dicht bij het gebied. Daar stonden we net bij de uitstroom. En nu liggen misschien aan de buitenkant van de uitstroom nog een paar mooie vissen. Ik hoop het. We zullen zien. Ja, altijd een knal met die roodje. Het is 400 gram dat vlak tegen de grond gaat. Of ja, vlak op de oppervlakte gaat. Echt wel bruut. Dus we gaan het zien, we gaan het zien. Ja. Oh. Jesus. Eerste worp, jongens. Eerste worp. Het is wel een betere vis, denk ik. Roach, roach, roach. Lekker. Maar een gewone vis hoor, maar vol er binnen. Ja, dat is toch een mooie vis. Oh, lekker jongens. Lekker, lekker, lekker. Moet eens kijken wat een brute, dikke, volle wintervis. Ik ben aan het werpen met de nieuwe Alpha van Savage Gear. 200 tot 600 gram. Echt jongens, voor de mensen die willen werpen met super zware swimbaits. Er is maar één hengel jongens, echt. Ik heb mijn vorige hengel, zoals ik er straks zei, al verkocht om met deze hengel te kunnen vissen. Ik heb geen enkel andere hengel meer nodig, ik vind het super fijn. Echt, de aanbeten zijn zo subtiel, maar toch zo goed. Op de blank is gewoon fenomenaal jongens, echt. Check het zeker uit. 32 centimeter roodje knallen, let's go! Diep gehaakt jongens. Oeh, kijk eens. Super mooie vis. Beetje een kromming van achter. Nog de laatste keer en dan mag ze zwemmen jongens. Zalig. Mijn vingertje. Hè? Vingertje helemaal naar de pleuris. Ik denk dat je misschien nog één vis kan uitknallen. En dan is het tijd voor de familietafel. Jojo. Kijk eens jongens. Een prachtige vis weer. Geen plastic achterlaten, dat is voor mijn vinger. Kijk eens jongens. Vet toch. Dankjewel. Op naar de volgende. Ik heb nog drie worpen ofzo. Dus eentje links, eentje midden, eentje rechts. Let's go. Laatste moment. Knal er die gewoon langs. Kom op. Ik heb niks gevoeld. Niks gevoeld. Die vis, jong, die knalt er gewoon vol langs. Wat gewoon. Wat. Jongens. Ik ga het afronden. Ik ga nog één worp doen en hopelijk dat die van daarnet nog eens bijt. En als het niet zo is, dan is het zo. Dan heb ik zeker een paar mooie vissen mogen vangen. Dan ga ik er lekker eten. Ik ga hem nog eens één keer vol langs die rietkraag knatsen. En als hij er dan niet op pakt, dan heeft hij dikke pech. Oké, dat was niet de laatste worp. Ik heb gelogen. Net zoals een vrouw zegt, het is nog 10 minuten. Ik ga nog één keer smijten in de verre. Lijkt dat ik daarnet die beet kreeg. Ja, dat wordt hem. Pops. Nou gaan we zien, mannen. Nou gaan we zien als hij er nog ligt. Het is altijd zo. We willen toch nog de laatste worpje maken. Ik wandel gewoon het gebied wat sneller. Dan ben ik ook nog op tijd.
Ik heb sowieso nog tijd. Als de vissen los zijn, dan wil ik gewoon blijven knallen, jongens. Echt, Ruud. Van die aanbeten blijf ik toch gewoon heel te knallen. Niet echt zo dat groot kunnen zijn om toch die kleinere vissen een beetje te elimineren. En dan kun je toch nog zo die vette beten krijgen. Jongens, heb je dat gezien? Ik zie het gewoon gebeuren, hè. Die hangt er onder die tak, jong. Lekker, jongen. Die Alfa Hengel. Zeker de moeite om te kopen, jongens. Wat, jong, echt. Oh, jongens, toch. Die Roodje, die heeft mij al zoveel vissen opgeleverd. En echt gewoon 80'ers, hè. Dat is echt zot. Al een beetje verroest, maar dat komt wel goed. Zie je eens aan, de laatste op de roach. Je weet het, altijd blijven volhouden. En nu gaan de voetjes onder de tafel. Let's go, jongens. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende keer. Yo, yo.